Est-ce que vous pouvez expliquer ce qui s'est passé hier? Ben, un malheureux accident, tout simplement, sur une phase comme on en rencontre tout le temps dans un match. Il y a un ballon qui est dégagé, à l'issue de ce dégagement, il y a un léger contact. Après, de savoir comment le joueur s'est blessé, ce dont on est certain, c'est que ce n'est pas suite au contact, au duel, quoi. Peut-être qu'il s'est tordu la cheville, peut-être qu'il a fait un mauvais mouvement, mais en aucun cas il y a eu une intentionnalité de blesser le joueur et on était tous malheureux pour lui, quoi. Ja, en ik denk ook wel dat we het niet moeten gaan zoeken met het veld. Dit kon even goed op een natuurlijk veld zijn gebeurd. Volgens de testen die gebeurd zijn, Universiteit Gent en ook de FIFA, denk ik dat we over een heel goed veld beschikken. Ik denk ook, wij trainen hier elke dag, de groep elite, en voor het ogenblik hebben we daar totaal geen last van. Dus ik denk dat het gewoon een spijtig ongeval is. Waarbij het belangrijkste is dat de speler, Holy Shimanga, snel herstelt en dan snel terug op de veld. Ja, is er al een nieuwe datum vastgesteld? Want de match is uitgesteld. Nee, voor het ogenblik niet. Het is zo, we spelen op 29 augustus hier in competitie tegen Genk. Ik denk dat we dan terug eens gaan overleggen wanneer we de geschikte datum voor beide ploegen kunnen vinden.